Welkom in de studio van Christ Channel deze dag, Edward. Fijn dat we elkaar hebben mogen leren kennen. Zeker. En ik ben blij met onze samenwerking en ook wat de Heer doet. Ik wou jou vragen om jezelf even voor te stellen aan de kijkers wie je bent, wat je overdag een beetje doet en wat je behoogt misschien in de toekomst om iets te vertellen. Ik geef jou het woord. Fijn dat ik hier mag zijn, Hans. En ik ben ook heel dankbaar hoe God duidelijk ons zo'n beetje aan elkaar heeft gegeven. Dus heel bijzonder verhaal alleen dat al. Maar ja, mijn naam is Edward Althoff. Ja. Ik kom uit Zutphen. Ik ben getrouwd met Jessica. Ik heb een zoontje van 6, Jordan en hij. En wat doe ik in mijn dagelijks leven? Ja, momenteel ben ik onder andere part-time sportinstructeur. Vooral met jeugd, boksen. En dat doe ik met veel liefde, met veel plezier. Ja. Ook een stukje maatschappelijk betrokken te zijn. Mm-hmm. Maar ook om het evangelie kenbaar te maken natuurlijk. Ja, daar even over. Ik heb pas geleden een artikel gelezen in CIP. Dat je bent straatevangelist. En ook ergens in een krant. Welke krant was dat nog maar? Nederlands Dagblad. Nederlands Dagblad. Ja, nou in Hoofd. Die had ook een vrij groot artikel. Hadden ze erin gezet over jou. Dan moet je eigenlijk wel lef voor hebben, hè? Om zo op straat dat te durven. Is het dat je een kleintje geeft, dat doe je? Ja, het is inderdaad heel bizar. Ik herken wat Jeremia zegt, als die niet wil spreken, het moet. Ja. Dat heb ik ook. Ik werd echt aangeraakt door Jezus toen ik tot geloof kwam, meer dan 7 jaar geleden inmiddels. En ik kreeg zo'n zondebesef, dat had geen mens mij kunnen zeggen, want daar zijn wij gewoon als mensen allergisch voor, ik ook. Maar op dat moment, toen die kracht, die liefde van Jezus over me heen kwam, kon ik alleen maar huilen. En ik wist, wat is dit fijn, wat is dit goed. En het gebeurde keer op keer, totdat iemand tegen mij zei, dat is de liefde van God. En toen brak ik weer, God bevestigde dat hij zoveel van mij houdt. En ik heb er geen woorden voor. Het was een gevoel zo intens, dat ik meteen wist, ik wil doen wat Jezus van mij vraagt. Want hij heeft gelijk, ik niet. Nee. Dat is zo duidelijk. Ik denk ook, een christen zal het begrijpen, iemand anders zou denken, wat is dit? Dat is gewoon een aanraking, wat je voelt in je hart. En daardoor herken ik mijzelf in het verhaal wat in Lucas 7 staat, dat die vrouw onuitgenodigd bij die fariseeën binnenkomt als Jezus daar uitgenodigd is en eet daar. En die fariseeën, wat eigenlijk een godsman is, die denkt naar... Kijk dan, die vrouw komt zomaar hier binnen, slechte vrouw en noem het maar op. Maar ze begint Jezus meteen te kussen de voeten, met de tranen de voeten schoon te maken, te zalven de voeten, et cetera. En Jezus snapt wat die fariseeën voor slechte gedachten had over deze vrouw. Ja. En dan zegt Jezus van wie heel veel zonden zijn vergeven, die zullen te herkennen zijn door de liefde voor mij. Juist. En als ik op straat loop, als ik zie naar de wereld waar we vandaag de dag in leven, dan weet ik dat er een oplossing is. En hoe kan ik dan niet vertellen over deze oplossing, over de liefde van God, over Jezus. En daar kan ik niet over stoppen. Hoe doe je dat? Dat is het. Hoe ik dat doe? Ja. Er is altijd iets wat ik tegen de kijker ook kan zeggen, dat is nooit gelogen. Ja. Dat is, Jezus houdt van je. Ja. Dan kan je het zelfs tegen een satanist zeggen. Dan kan je tegen iemand zeggen die atheïst is. Dat is gewoon zo. Maar het bijzondere is van jou natuurlijk. Kijk, sommige mensen die geven de folder. Hè, die gaan de mensen toe. Maar jij staat daar gewoon midden op straat. En dan begin je gewoon de Bijbel te pakken. En je begint te prediken midden op straat. Ja, dat gebeurt ook wel eens. Ja, dat is iets. Dat doen niet veel mensen. Ja, maar ik ervaar die opdracht. Ik doe dat ook niet elke dag. Ik doe dat echt puur. Als ik bewogen word door Gods geest, die zegt, Edward, ga preken. Ja. En dan ga ik dat doen. En dat vind ik helemaal niet leuk. Nee. Maar ik doe het. Waarom? Omdat God dat niet voor niks vraagt. En als ik het niet zou doen, zou hij het ook niet erg vinden. Nee. Maar door die liefde die ik heb voor God, wil ik gewoon heel graag hem gehoorzamen. Ja, maar dat is ook het mooie. Hè? Vanmorgen was ik bijvoorbeeld bezig met mijn stille tijd. En dan denk ik op een gegeven moment van, we willen allemaal, willen we heel veel dingen willen we doen en we willen op de juiste weg willen we zitten en ook de juiste bestemming. Maar dan kom ik mijzelf wel eens tegen. Dan denk ik, oh Hans, daar ben je weer. Maar dan denk ik van nee, ik mag er zijn
Ik ben er nog niet op de plek waar ik wil zijn, maar God die houdt van mij en hij heeft mij zo erg lief, dat hij zegt tegen mij van, doe het maar rustig aan. En dat is juist het mooie, wat ik van jou ook vind, dat juist de mensen die sociaal geboycott zijn door de duivel, die niet meer een uitweg weten, die komen bij jou wel op Outreach Zutphen, hè? Ja, dat is... Ja, Outreach Zutphen, ja. Dat is heel organisch ontstaan. Dat is gewoon nog steeds ongelooflijk. Trouwens, alles wat ik doe is organisch ontstaan. De contacten met mensen, de contacten, hoe dat gegaan is tussen ons. Ja. Is een gebedsverhoring geweest, ook zo bijzonder. Daar heb ik ook over getuigd toen tegen u. Maar Outreach Zutphen is gewoon ontstaan doordat ik ook in een huiskring wel eens kwam. En daar gingen we gewoon met elkaar lekker wat drinken, lekker wat eten. Nou, met elkaar God zoeken. Maar gewoon vooral om bij elkaar te zijn. Maar omdat ik iets had gevonden, wat iedereen moest weten, ging ik dat vertellen tegen mensen. En ja, voor sommige mensen was de kerk een te grote drempel. Dus ik zei, ja, kom dan op de woensdagavond, was dat in die tijd, naar Sjaan, mijn schoonmoeders huis. Dan komen we allemaal bij elkaar, gaan we lekker eten, drinken. En dan kunnen we over God praten. Ja, en op een gegeven moment gebeurde dat. Maar heel veel mensen wilden niet alleen maar komen voor de gezelligheid. Wilden ook een stukje wel eens horen. Wat getuigenissen. Hoe ben je tot geloof gekomen? Wat heeft Jezus in jouw leven gedaan? Ja. En toen al snel kwam dat op mijn hart. Zonder dat ik dat wist. Dat ik moest gaan onderwijs geven. Ja. En dat ging ik doen. En dat, op een gegeven moment groeide dat zo uit. Dat huis te klein werd. Er kwamen gewoon 20 man. Wow. En zo moesten we op een gegeven moment een zaaltje huren. Hoeveel jaar is dat geleden? Of is dat pas geleden dat je vanuit het huis naar het zaaltje toe moest? Dus nu denk ik dik 2 jaar. 2 jaar? Ja. Wauw. Of kleine 2 jaar of dik 2 jaar, ja. Maar dat zie je, dat dus eigenlijk voor de mensen, voor de kijkers... Wij zijn vaak heel erg moeilijk ingesteld in ons dagelijks denken. Hè? We denken op een gegeven moment van we moeten eerst eigenlijk een grote kerk gaan huren met een toren erop, met een haantje. Nou, ik wil niet eens een haantje op mijn toren hebben, want Petrus die verloochende Jezus en daarvoor stond de haan centraal. Maar oké, dat is even iets anders. Het mooie is gewoon eigenlijk doordat je straatevangelisatie deed, dat je dus... uitstapte, dat ik dat zo misschien mag verwoorden, heb je eigenlijk een straatkerk gekregen. Zo kun je dat eigenlijk wel een beetje zeggen. He, een beetje mensen die van de straat komen, die komen bij je thuis. He, die gaan lekker met je eten, he, ontdekken wat. Dat zie ik ook altijd heel veel bij Jezus. He, Jezus ook die aanschoof bij Zacchaeus bijvoorbeeld. He, die zei van nou Zacchaeus, ik wil snel bij jou in huis zijn. Dan denk ik van wauw. Ja. Dat is dus de definitie van eigenlijk church zijn. En ik heb de definitie van mensen zijn hongerig. Ja. En dan mag je die honger mag je stillen. Ja, en je moet je gewoon niet schamen. Ik maak hele mooie dingen mee. Ik word letterlijk wel eens door mensen gevraagd, mag ik je nummer doorgeven? Ik heb met gasten van motorbendes mogen bidden. Omdat ze mijn nummer kregen van iemand. Het evangelie mogen vertellen. Maar wel gewoon recht voor de raap. En juist deze gasten, die de wereld dan denken, oh enge gasten. Als zij met jou willen praten, dan willen zij eerlijkheid. Willen zij niet. Nee. Ze willen gewoon horen wat zij dan fout doen in de ogen van God. Juist. En ik geloof dat als jij je laat gebruiken door de Heilige Geest, dat de Heilige Geest daar zoveel kracht bij gaat zetten. Want ook deze jongens heeft God heel erg lief. Amen. Die de maatschappij misschien niet lief heeft, maar God heeft hun zo lief. En vaak zijn deze gasten juist... echte soldaten voor het koninkrijk. Als zij ook echt gaan doen wat God van hun vraagt. Amen. Ik nu ook, en dat gebeurt ook wel eens vaker, maar nu toevallig weer, word ik uitgenodigd in een groepsapp. Gewoon door iemand die zegt, Edward, kan je bidden voor deze jongen? Ja. En dat doe ik. En ik lees daar ook wel eens dingen dat ik denk, ja, dit zou ik nooit doen. En omdat ik op dat moment ook in die positie ben, dan geloof ik dat God dat voor mij heeft neergelegd. Ja. En dan probeer ik in de liefde te zijn, maar ik probeer wel te zeggen. En dan merk je ook als ze het aannemen, heb je geweldige ontwikkelingen in een groepsapp. Ja, ja. Dus God is zo groot dat hij ook echt jou gaat leiden. Of het nou op straat is, of het dan gewoon wat u zegt, thuis bent in de rust. Wij hoeven het niet te doen.
Het werk heeft God al voor ons klaar. Maar het is ook een gaaf, hè, op zichzelf, om mensen te durven uit te spreken. Het leuke was, vorige keer was jij in de Windakker en toen moest je even naar de auto. En toen sprak jij ook een paar jongens aan en toen was je al gelijk aan het evangeliseren op de plein van de school, geweldig. Toen zei iemand die al bij ons in de kerk was, die meegenomen was door jou, ach, Edward is alweer aan het evangeliseren. En dan denk ik van, nou, dat is eigenlijk een gave op zichzelf. Ja, het gaat vanzelf. Dus ik geloof echt daarin. Kijk, je moet niet dingen doen die je gewoon wilt doen. Yes. Maar weet, dat moet ik niet doen. Dat is gewoon niet slim. En ik geloof, als iets al heel erg natuurlijks in jou ligt, ja, dat natuurlijk getraind mag worden, ja, maar dat je daar wel in mag uitstappen. Ja. En ja. Wat ik mooi vind, hè, dat is, sommige mensen die hebben daar moeite mee met het kickboksen, hè, en dat je dan iemand eens een keer even een liefdevolle trap mag geven, laat het zo verwoorden. Maar ik denk dat jij jouw talenten ook inzet, ook tijdens jouw, dat je trainer bent, hè, op een sportschool. En dan hoor ik ook dat jij jongelui over Jezus vertelt. Ja. Ja, en over het algemeen zitten er natuurlijk ook heel veel jongens vanuit een moslimachtergrond. Ja. En dat vind ik zo mooi. Ik leer hun, aan God komt alle oordeel, niet aan mij. Hoe jij gelooft, of jij niet gelooft, wat dan ook. Ik kan alleen zeggen wat ik geloof. En als je daar respect voor hebt, heb ik ook respect voor als je dat niet gelooft. Want dat is belangrijk. Aan God komt alle oordeel. Ja. En ik heb een keer meegemaakt, vroeger deed ik dat ook altijd, knielen. Veel sportscholen doen dat voordat ze beginnen. Ja. Totdat ik heel sterk voelde, ik wil niet voor een mens knielen. Enigste voor wie ik kniel is God. Amen. Dus ik heb dat er ook uitgeschrapt. En op een gegeven moment viel dat ook een jongen op. Van, hey Edward, sinds jij les geeft, want onze vorige trainer liet ons dan ook op de knieën beginnen. Jij doet dat niet, waarom niet? Dat was een jongen met moslimachtergrond. Ik zei, nou, omdat ik alleen maar kniel voor God. Amen. En hij zei ook, inshallah. Hè? Ik zie daarin dat ik een open gang krijg, dat zij, omdat ze merken dat ik hun niet afkeur, dat zal ik ook nooit doen, maar toch heb ik, ze liken dingen van mij op Instagram over Jezus. Ja. Gisteren had ik les gegeven en een andere jongen zegt, Edward, ik volg jou, ik heb helemaal niks met het geloof, maar toch kijk ik naar preken voor jou, want ik vind, ja, precies. En ik heb ook gezegd, jongens, 16 jaar, ik zei, als je kinder outreach wil komen, kom. Ja. Ja, maar iedereen gelooft dat, ik niet. Ik zei, nee, het geloof is voor iedereen. Als je er niks mee van wil, ben jij net zo welkom. Want wij willen niet alleen maar over het geloof vertellen, we willen ook in woord en daad laten zien. Dus er is ook liefde, er is ook gezelschap, er is een lekkere koek, een lekkere kop koffie of wat dan ook. Mm. En dat vind ik ook heel belangrijk. Ja. Geen woorden, maar daden. En andersom. Nou, wat ik zo opviel, hè, dat je komt in contact met mensen van motorbendes, hè, op de sportschool, met mensen die eigenlijk gericht te zijn om eigenlijk getraind te worden. Misschien wel in de toekomst, sommigen die zouden het niet gebruiken, maar sommigen die zouden misschien het kickboksen gaan gebruiken om iemand naar de grond te werken. Hè, dat zie ik. Maar dan denk ik van, eigenlijk zijn het allemaal een beetje kleine Joshua's. Ja, voordat ik begin zeg ik ook, teennagels moeten kort zijn, anders kan je elkaar bezeren en infecties. We gebruiken het niet op straat. Kijk, er zijn natuurlijk situaties dat ik begrijp dat je het misschien moet gebruiken, maar alleen in uiterste situaties. Dus dat zeg ik ook altijd. En zeg ik ook, geef dan één goede en ga niet door. Hè? Want we moeten gewoon kickboksen wel weten. Het is een gevaarlijke sport. Maar ik snap ook dat je het gewoon een mooie sport vindt. Ja. En buiten dat zie ik heel veel dingen terug die heel belangrijk zijn ook voor een soldaat van Jezus. De discipline, de respect onder elkaar, niet oordelen. Bij mij mag ook niet gescholden worden. Dus kunnen ze opdrukken. Ik zeg, dan doe je maar meteen een mitrailleur na. We gaan niet schelden. Ja. En mijn doel is ook niet per se om die jongens hele goede kickboxers van te maken. Tuurlijk doe ik mijn best. Ja. Want je wilt gewoon dat ze dat krijgen waarvoor ze komen. Maar buitenal vind ik het ook mooi gewoon dat als ik ze op straat tegenkom, kan begroeten. Dat ik ingang heb. Ook op straat zie ik wel eens dingen die fout gaan. Omdat ik midden in de maatschappij zit, weten ze dat ik ook kickbokstrainer ben, waardoor ze toch ook een speciaal respect voor me hebben. Zo heb ik ook wel eens een keer letterlijk op straat ruzie gesust. Dus twee groepen. En dan ben ik gewoon God dankbaar.
Maar dat is juist het mooie, hè? Dat als je kijkt naar de Bijbel, dan zie ik ook dat Paulus die zegt eigenlijk, hè, als een soldaat. Ja. Hè, dat hij presenteert zich niet als een man Gods, hij presenteert zich niet als een evangelist, maar hij presenteert zich eigenlijk als een soldaat in een leger van God. En als ik dan kijk, dan hebben die soldaten, die hebben dus training nodig. Ja. En dat doe je eigenlijk al. Ja. Je traint de mensen. En je gaat ook onderwijs geven vanaf 17 november, geloof ik. Ja, Alpha cursus. Ja, ja, ik probeer gewoon inderdaad, wat u zegt, zo zie ik het ook. Hè. We leven met een missie. Ja. En in elk aspect van het leven is het aan jou, wat wil je doen? Wat is jouw missie? Ja. Maar 9 van de 10 keer kom je er toch achter. Ik had het anders voorgesteld. Ik heb er geen plezier meer in. Het geeft me toch niet die voldoening als dat ik had gedacht. Maar God is anders. God heeft de mens gemaakt. Kent jou zo goed dat hij een potentie in jou heeft gelegd. In principe in elk mens heeft hij een potentie gelegd. Ja. En dat weet ik gewoon. Dat ik weet dat ik weet. Ook omdat ik echt letterlijk aangeraakt ben. Uit de wereld kom. Van dingen gewoon ben veranderd wat onmogelijk was. Ja. En daardoor zie ik gewoon dat een mens hunkert naar een bestemming. We hebben, wat is 80 jaar hier op aarde tegenover de eeuwigheid? En dat is wat ik heel graag mensen wil meegeven. En dat de grootste kracht de liefde is van God. Maar niet de liefde van de aarde. Hè? Nee. Niet de liefde van de mens. Je hebt agapeliefde, erosliefde, moeilijke taal, maar je snapt wat ik bedoel. Ja. Maar echt die onvoorwaardelijke liefde van God die voor jou heeft. Het plan dat hij voor jou hebt. En ja, daar hoort training bij. Ja, liefde van God dat elke verstand te boven gaat, zegt de Bijbel. Zal uw hart en uw gedachten vervullen. Ja. En dat is juist het mooie. Dat is dus wat je ook zegt, hè, over training. Hè, er zijn heel weinig mensen die eigenlijk getraind willen worden. Hè. Dat zie je ook wel. Hè, dat als we het straks gaan hebben over het humanisme bijvoorbeeld. Wat we dus ook weer terugzien in de kerken. Hè, overal maar genoegen meenemen. Hè. Als kerk zijnde, nou, ik zal er niet vanuit kijken dat sommige kerken misschien wel van die dingen hebben gemaakt, van die pompoenen hebben uitgehold en daar misschien wel lichtjes in hebben gezet met misschien wel een kruisje, hè, en met misschien wel een liefde. En denk ik, ja jongens, waar draait het om? We moeten wel heel duidelijk bij de basis zijn. Hè. Dat is wat Paulus zegt. Als de soldaat geen juiste instructie zou krijgen en hij zal niet goed getraind zijn, dan zal hij om het leven komen. Ja, amen. En ik denk ook kinderen Gods, hè, als ze niet goed getraind worden, dat ze dan eigenlijk weer heel snel eigenlijk van de weg afvallen. De Bijbel zegt het in Hosea. Mijn volk zal daaronder gaan puur omdat zij niet de voorschriften krijgen. En God zegt het ook van opa, oma's, vader en moeders. Vertel alles door aan uw kinderen, dat dit niet vergeten gaat worden. Juist. Ja. Dus dat heeft te maken met een stukje reiniging en heiliging. Dus we zijn wel in deze wereld, als ik het mag verwoorden. Maar eigenlijk moeten we zeggen, we zijn niet meer van deze wereld. Ja, misschien dat de mensen kijken en die denken, ja, dat God is niks voor mij. Maar daarom probeer ik dingen heel erg praktisch te maken, omdat Jezus dat ook deed. Jezus gaf voorbeelden, zodat de wereld zich kon herkennen in dat wat God dan daadwerkelijk bedoelde. En ja, heel duidelijk zien wij Feyenoorders en Ajax, dat gaat niet samen. Nee. Maar als ik tegen een Feyenoorder zeg, die krijgt van mij, dan heb ik het over een echte Feyenoorder. En niet over iemand die af en toe kijkt, maar echt een die-hard Feyenoorder. En ik bied hem een miljoen aan en een dikke BMW. Maar daarvoor moet hij wel voor Ajax worden en naar elke wedstrijd van Ajax gaan in een Ajax shirt. Juist. Ik denk dat hij het niet doet. En dat is puur waarvoor je staat, welke missie je hebt. En zo is het ook met God. Als jij echt van God houdt en echt gewoon wilt zien dat jij niet alleen een christen bent met het naam christen, maar ook de naam Christus wilt laten zien, hè, een licht voor de wereld en een zout voor de aarde, zoals de Bijbel dat noemt, dan moet je natuurlijk ook helemaal ervoor gaan. Dus gewoon eigenlijk gepassioneerd leven. Maar dat gaat vanzelf. Als jij ervoor zorgt, en dat zegt Jezus ook, vergeet die eerste liefde niet. Nee, nee, nee. Er zijn heel veel christenen, die zijn gewoon gepamperd door christen. Die zien het meer als een cultuur. Zien het meer van, ja, weet je, er zijn ook heel veel leuke dingen in de wereld. Dus daar mag ik best van snoepen, want God vergeeft me toch. En zo goed is God ook. God vergeeft het je. Ja. Maar de duivel, de tegenstander, zal alles ombuigen, zodat jij niet dat kan doen
waar God je echt voor hebt gemaakt. Ja. Dus je wordt eigenlijk gedisqualificeerd. Omdat, niet omdat God jou wil disqualificeren, maar omdat je dat zelf doet. Als jij niet zelf. Ja. Dus ik zie het echt als, als jij hebt ontdekt wat Jezus voor jou hebt gedaan, wat ik heb mogen ontdekken, dan kan je niks anders dan willen veranderen. Hoe moeilijk dat ook is. Ja. Lukt mij het altijd? Nee. Maar ik wil het echt. Ja, ja, uit. En dat komt niet omdat het moet, maar het komt door die liefde van Jezus. Ja, ja, die liefde die heeft je gepakt. Hè? Dat, dat is gewoon, het is een bepaalde temperament. Hè? Vorige keer had ik het er ook even over. Hè? Van, we bidden soms wel eens van, oh Heer, wilt u mijn temperament veranderen? Want ik heb daar zo last van. En dan zegt de Heer, nee, dat ga ik niet doen, want ik die temperament... Die heb jij nodig om mij te kunnen dienen. En die temperament heb je nodig om ook aan andere mensen die liefde te geven. Dus ik leer jou eigenlijk ermee om te gaan. Hè. Toen zat ik ook met een topsporter. Hij heeft geleerd om iemand eigenlijk met twee vingers dood te kunnen maken. Maar hij gebruikt liever die twee vingers om iemand even over de bal heen te aaien. En te zeggen, het komt wel goed met jou. En dat is temperamentvol zijn. Ja, ja. Weet je welke kracht je hebt... Weten hoe je ermee omgaat. Hè, maar toch eigenlijk net als wat Paulus zegt. Hè, van ook die andere persoon. En dat vind ik juist zo mooi voor jou. Even in de goede richting te gaan. Proberen te leiden. Hè, te zeggen van nou het komt wel goed met jou. Hè, wees niet bang. Hè, maar ga wel voor Jezus. Ja precies. Ik zeg het nooit op die manier. Want dan zeg je het heel erg vanuit emotie. Vanuit je vlees. Ja. Ik zeg wel altijd zo van, zolang jij echt wil, dan zeg ik, doe je best en God doet de rest. Ja. Weet je wel, als het met iemand slecht gaat die echt christen is, en dat weet ik van die persoon, dan zeg ik wel eens gewoon van, hey, geloof je nog in God? En dan denk ik zo, wat een gekke vraag, hè? Zeg ze, ja, natuurlijk, Edward. En dan zeg ik, oh, dan maak ik me geen zorgen om jou. Ja. Hoewel het misschien werelds gezien, en ook vanuit mijn emotie, heel erg eruit ziet. Maar ik weet gewoon dat een christen een bovennatuurlijk leven heeft, en wat ik zo mooi vind in de Bijbel, in Jacobus hoofdstuk 1 vers 2, daar staat ook, wanneer er dan moeilijkheden op je pad komen, wees dan blij. Want door die moeilijkheden heen zal jouw geloof volwassen worden. Ja. Wij denken altijd, als jij een christen bent is alles goed. Ja, nee. Geestelijk gezien is alles goed. Ja. Maar werelds gezien mag jij een soldaat zijn en wil God heel graag jou trainen. Ja. En slechte dingen zijn niet van God, maar God laat het soms toe, omdat die dingen nodig zijn. Om het te herkennen, zodat je een zegen mag zijn voor een ander. Net als dat, ik las van de week, hoorde ik een onderwijs van Jan Zijlstra. En dan hebben sommige kerken die zeggen, oh welkom bij de cruise. Hè, we hebben een 5-sterren cruise hebben we voor u. En u mag met u allemaal mag u mee, u mag zich allemaal inschrijven. En de mensen die denken, oh wauw, wat is dit een fijne gemeente. Lekker de barbecue. Oh, we gaan nu lekker op cruise. En dan komen ze bij de kade. En dan kijken ze naar de voorganger. En dan zegt ze, waar is onze cruise ship? Zegt hij, ja, die ligt daar een eindje verderop. En zegt hij, ja, maar dat is geen cruise ship toch? Dat is toch een schip van de marine? Zegt hij, ja, jullie mogen allemaal jullie mooie kleren uitdoen. Jullie mogen legertenue aandoen. En jullie mogen op deze schip, mogen jullie mee om op dat moment getraind te worden. Voor de werkelijke oorlog en de werkelijke strijd. Want ik denk dat de Bijbel daarover spreekt ook. Hè? Dat wij hebben ook wel werkelijk een strijd of een oorlog. Hè? En de oorlog kan in ons denken zijn. Dat heb ik wel eens een keer. Dat ik denk van, oh Hans, heb je weer oorlog? Ja. Is het weer zo ver? Maar dan denk ik van, juist die oorlog houdt je wakker. Ja. En de Bijbel zei heel eerlijk in, zo uit mijn hoofd staat het in 2 Korinthe 10... vanaf vers 3 dacht ik, dan leert Paulus ons dat elke gedachte die niet van Christus is, die moeten wij krijgsgevangenen nemen, bolwerken kapot maken, zodat we ze onder de gedachten van Christus mogen leggen en zijn gedachten ons eigen mogen nemen. En dit is een tekst, amen. Die heb ik ook dagelijks nodig. Ja. Want het is heel makkelijk, en dat is ook een strategie van de vijand, zodat wij wel dingen goed zien, maar verkeerd mee omgaan. Ja. Zodat ons gebed geen kracht heeft, want een gebed van een rechtvaardige, die heeft kracht. En wanneer wij iets in ons hart toelaten, en daar moet ik ook voor oppassen, en ik denk elk christen, want dat is onze valkuil ook. Soms weet je het, maar hoe breng je het in praktijk? Ja.
ja, breng je het vleeselijk in praktijk of zoals de Heilige Geest het leidt. En dat kan wel heel anders gaan dan dat jij het zou willen. Dat is soms moeilijk, hè? Dat iemand te gaan corrigeren en te vertellen van luister eens even, die gedachten die jij op dit ogenblik hebt, zijn niet de juiste gedachten. Maar kijk, er zijn veel mensen die denken ook negatief over zichzelf. Nou, dat zie je ook. En dat vloeit door eigenlijk in hun hele leven. Want als jij een negatieve input hebt, heb je ook een negatief output. En dat is vaak het probleem waar heel veel kinderen gods ook mee worstelen. Ze zijn al negatief beïnvloed door de wereld. Als je kijkt naar de Halloween. Ja. De katholieke kerk die plakt daar alle zielen aan vast. Ja. Dan denk je van, jongens, wat hebben wij wel niet voor de negatieve input? Ja, ja, ik zie sowieso, ongeacht welke denominatie, hè, als we misschien kijken, zijn we als denominatie, nou dat is Baptist, Pinkster, Katholiek, Volle Evangelie, gereformeerd, noem het allemaal maar op. Ik zeg, dat heeft de Bijbel ons niet geleerd, dat heeft Jezus niet geleerd. Dus ik noem dat ook vaak niet denominaties, maar demoninaties. Juist. Want we kunnen wel de katholieken de schuld geven. We kunnen daarvan wel de protestanten de schuld geven. Want, maar ik zeg liever van, als wij niet zelf de Bijbel gaan lezen, maar de paus of de voorganger of de pastoor of de dominee gaan geloven, ja, dat zijn ook maar mensen. Ja. En elke mens is in principe onbetrouwbaar als hij zich niet overgeeft aan de Heilige Geest. Ja. Ik ben ook onbetrouwbaar als ik niet luister naar God, dan ben ik vaak zo achtergekomen. Ja. Ja. Dus wat is het probleem? Als wij niet gaan luisteren naar Gods woord, dan gaan er fouten komen. Misschien kijken wel kijkers die denken, ja, want de kerk heeft veel kinderpedofilie gedaan. Ja. De Bijbel waarschuwt ons daarvoor. Paulus zegt zelf, als jij niet de gave hebt als ik om alleen te blijven, trouw dan alsjeblieft, anders zal de duivel in jou komen. Ja. En dan zijn er bepaalde demoninaties, zo noem ik het, die zeggen, je houdt zoveel van God, dus je mag niet trouwen, je mag geen kinderen, je moet helemaal een heilig leven leiden. En die persoon kan het geen eens. En het hoeft geen eens van de Bijbel. Het hoeft niet. Nee. En dan proberen ze dus iets nog heiliger te maken als dat ze zelf niet aankunnen. Ja. En in plaats van dat het dus goed is, is het zeer kwaad. Ja. En dan gaan ze fouten maken. En de buitenwereld, die zien dat. Maar die zien niet dat het helemaal niet van God is. Helemaal niet christelijk is. Helemaal niet van de Bijbel is. Nee, nee. Kijk, wat het verschil is. En de buitenwereld, waar we het ook over mogen hebben, die zijn vaak gericht op het christendom. Maar dan zeg ik op een gegeven moment, het christendom, heel veel christenen zijn dom. Ja. Laten we het zomaar verwoorden. Maar juist de Bijbel zegt, als iemand ergens in tekort schiet, laat hij gewoon eenvoudigweg erom vragen en het zal hem gegeven worden. Dus ik zie ook wel eens voorgangers of pastoors, en ik had van de week nog iemand, en toen zei ik tegen hem, van weet je, ik bid voor jou dat jij een goede relatie gaat krijgen. He, en dat is ook een belangrijk iets, is dat. We moeten voor elkaar bidden. He, stel je voor, iemand is crimineel geweest, hij is tot Jezus gekomen, maar hij heeft gebrek in zijn leven, en hij denkt eraan van, nou weet je, ik moet maar een brood gaan stelen. Nou, die persoon die kan ook zeggen van nee, ik ga even een oproep doen op Facebook. Van je jongens, ik heb vandaag niks meer te eten. Ik woon in bijvoorbeeld Zwolle. Wie heeft voor mij nog misschien een paar broodjes? Dan ga je dat krijgen, dan ga je dat ontvangen. En ik denk dat het is ook heel belangrijk voor de kerk om de basis te hebben. De werkelijke basis, zoals dat Jezus het had in de handelingen. Hè, dat hij zegt van, laat je liefde zien, wees bewogen met de mensen, geef de mensen wat ze nodig hebben, en onderwijs ze. En dat is vaak het probleem, van er zijn heel veel denominaties die hun eigen theologie hebben gemaakt. Ja. Hun eigen wetten, van dit mag niet, je mag op zondag geen koren plukken. En ga zo maar door, dan denk ik van, dat is zo jammer. Dat is het geloof niet. Nee. Geloof is denk ik een basis van werkelijke liefde. Hè? Niet heel erg moeilijk doen. Hè? Gewoon doen wat in de Bijbel staat. Ja. Ik zeg ook altijd tegen mensen die zeggen, ja, ik heb de Bijbel gekocht, ik ga de Bijbel lezen.
Dan zeg ik, mag ik jou een tip geven? En dan vaak mag dat. Zeg ik, ga niet de Bijbel lezen als een gewoon boek, want het is geen gewoon boek. Begin altijd eerst te vragen, God, wat staat hier? Leer mij wat hier staat. Ja. Zo lees ik ook de Bijbel. En dan zeg ik, lees eerst de Evangelie. Want als jij Jezus leert kennen, dan snap je alles. Dan snap je zelfs dat God zo lief heeft, dat hij zelfs bereid was om offers te geven uit liefde. Niet uit haat, niet uit boosheid, maar hij moest naar een plan werken om alles weer goed te maken. En dat is Jezus. Ja. En daardoor is de Bijbel een heel ander boek, als dat je begint eerst bij het Oude Testament naar het Nieuw Testament. Maar als je eerst Jezus, de Evangelie gaat leren lezen en Jezus gaat leren kennen, en dan pas gewoon begint bij Genesis, dan is het een wereld van verschil. Ja, want dat is natuurlijk iets, hè. Er zijn ook veel kinderen gods, die gaan bijbelprikje doen, hè. Dus dan gaan ze de Bijbel opslaan, en dan slaan ze hem op en dan doen ze ogen dicht. En dan is het op een gegeven moment, waar hier de vinger, dat is het. He, en er staat daar, oh, ga heen. Ik denk, oké, ga heen. Waarheen? Nou, oké, weer. Bijbel op, weer open dicht gooien. En dan op een gegeven moment weer open gooien, weer de Bijbel. He, en dan weer de vinger erop. En er staat daar, om u te verhangen. Dan denk je, ja, maar dat is niet de bedoeling. Ja, ik geloof zelfs dat als je op die manier de Bijbel gaat lezen, dat dat occult is. Juist. God heeft niet gezegd, ga op deze manier de Bijbel bestuderen. Nee. De duivel wil altijd kopiëren. Toen hij Jezus in verleiding bracht, gebruikte hij ook de woorden, maar andersom. En omdat Jezus het woord zelf was, en het woord zo goed kende, kon hij ook zeggen, ja, maar verzoek de Vader ook niet, als hij zei, spring van de berg, want de engelen zullen je opvangen. Dat die is ook niet. Ja, nou, maak brood van deze rots. Juist. Nee, mijn voedsel is het woord van God. En als wij het woord zelf goed kennen, dan wordt dat zo ons wapen, dat de Heilige Geest zelf in ons kan putten waar we aan moeten denken. En dan weet je, oh, ik moet naar Efeziërs 6 om dat te lezen, de wapenuitrusting. Want Heer, geef mij dat aan. Ja. En daarom is het zo belangrijk om een relatie te hebben met God. Als we geen relatie hebben met God, dan gaan we foute dingen doen. En daar kan je niks aan doen, omdat je geen goed onderwijs hebt gehad. Geen kennis. Nee, je wordt een soldaat die wel een wapen hebt, maar niet weet hoe die zijn wapen moet gebruiken. Ja, dat is gevaarlijk. Heel gevaarlijk. Want stel je voor dat je een wapen niet weet te hanteren. Nou, dan zou je dus op dat moment eigenlijk domme dingen kunnen doen. Ja. En dat zie ik ook heel vaak bij kinderen gods. En dan is het op een gegeven moment, we gaan nog wel zondags naar de kerk toe. Of vrijdags, of donderdags, of woensdags, of dinsdags. En we gaan nog wel naar de kerk toe. Maar zodra dat het op onderwijs aankomt, dan is het eigenlijk een beetje, hoe moet ik het zeggen? Ja, daar heb je gelijk in, maar daar ben ik ook wel een beetje schuldig aan geweest. Want ik kwam er ook achter op een gegeven moment in mijn wandel met Jezus. En omdat ik wel zelf heel veel lees en bestudeert en gewoon een relatie heb met God, ja, dacht ik daar niet zo over na. En ik had ook door dat, je wilt graag het liefste mensen over Jezus vertellen, dat ze ook echt Jezus willen leren kennen. Dus je weet ook, over bepaalde dingen kan ik het beter maar niet hebben. En dat komt gewoon in de tijd waarin we leven. Er staan bepaalde dingen in de Bijbel waar mensen echt allergisch voor zijn. Omdat dat gewoon denkt van, wow. Zoals? Nou ja, de Bijbel leert ons bijvoorbeeld dat bepaalde zondes gewoon zondes zijn. Of dat nou drugs gebruiken is, of gewoon heel erg dingen die nu in de wereld kunnen, zegt de Bijbel, doe dit nou niet. Als ik dat meteen zou zeggen tegen iemand, dan zou die iemand Jezus niet willen leren kennen. In plaats van dat ik hem dan toetrek, stoot ik hem af. Alleen het probleem is van veel christenen, dat ze op een gegeven moment niet de stap durven te zetten als iemand er wel klaar voor is om over een bepaalde dingen te praten. Want de geestelijke wereld is heel reëel. En als wij dingen niet zeggen als hoe het is, dan zal zo iemand nooit kunnen groeien. Dan blijft het een baby. Dus eigenlijk wat de Bijbel zegt, beleid elkander je zonde, dan is Hij, dus Jezus, jou getrouw en rechtvaardig om jouw zonde te vergeven. Ja, wat mij heel erg opvalt is ook, en dat vind ik zo mooi aan God, Hij probeert altijd eerst jou te winnen gewoon door zijn liefde. Je mag er zijn, ongeacht of jij een satanist was, of een heel slecht iemand, een moordenaar, noem maar op. Nee, je mag er zijn. Ja. En die eerste liefde, dat zie je ook bij heel veel christenen, na een tijdje, soms kan het echt wel een jaar duren, maar op een gegeven moment, dan is dat niet weg, maar je voelt dat niet meer zo. Worden ze gematigd. Ja, en dan zie je ook bij veel jongens of meiden, ja, die dachten, nou, dat was maar een opvlieging. Ik heb een poosje geloof, nu wordt het te zwaar. Ik heb dat niet meer, die liefde voor God. Laat maar zitten, ik ga weer lekker doen wat ik deed. Ja. Maar God wil ons eigenlijk inpalmen met 10 liefde,
zodat we dat mogen ervaren, zodat we ook tot de conclusie komen, ik kan niet zonder dit. En dan gaat op een gegeven moment ga je er ook achter komen waarom dat misschien minder is, omdat je bepaalde dingen in je leven hebt, wat je natuurlijk niet wist, omdat je, ja, hè, de wereld leert je hele andere dingen. Dat je uiteindelijk je ogen geestelijk open gaan en dat je gewoon zegt, ik moet hiermee stoppen. Zo ben ik van mijn pornoverslaving ook afgekomen. Ja, ik denk dat er ook een heel groot probleem is tussen, hè, wij als mannen kunnen daar wel duidelijk transparant over zijn. Ik denk dat er heel veel mannen wel bij worstelen met een pornoverslaving. Alleen wat je vaak ziet, ze schamen zich te erg om daarna mee naar buiten te komen. En niet te durven praten. Maar dat is juist, denk ik, de valstrik van de duivel. Hij heeft ze in een fuik gezet waar ze eigenlijk nooit meer durven uit te komen. Wat zou jouw advies kunnen zijn naar deze persoon toe? Ja, ik wil eigenlijk iets heel moois zeggen. Dat is dat de Bijbel zegt, breng dingen in het licht, want dan zijn ze niet meer in het duister. En ik snap echt wel, dat heb ik ook gehad, met bepaalde zondes. Op een gegeven moment heb ik het echt gezegd, ik dacht, op bepaalde zondes, die neem ik mee graf in. Die schaam ik mij zo erg voor, die ga ik echt niet vertellen. Ja. Maar op een gegeven moment toen ik tot geloof kwam, en God echt, dit heb ik misschien pas een jaar geleden beleid, bepaalde zonde, of 2 jaar geleden, want ik kon het niet. Ik schaamde me daar zo voor. Ik dacht, dit kan ik niet zeggen, Heer. Maar God steeds, af en toe, op een moment, zeg het toch. Ja. Uiteindelijk heb ik mensen op mijn pad gekregen die ik zo vertrouwde, dat ik het durfde te zeggen. Dus een bepaalde zonde heb ik misschien maar tegen een handjevol mensen gezegd. Maar het is aan het licht. Juist. En als de duivel nu tegen mij zegt, vertel het tegen die, vertel het tegen die, dan kan ik zeggen, Satan, oh, dit is jouw stem. Dit is niet de stem van mij. Dit is niet de stem van de Heilige Geest, want het is al aan het licht geweest. Juist. En ik hoef het niet de hele wereld te vertellen. Nee. Het is al aan het licht geweest. Amen. Dus tegen de kijker wil ik zeggen, zoek iemand die je echt kan vertrouwen. Misschien is het wel je voorganger. Misschien is het gewoon iemand die je helemaal niet kent, maar weet dat is echt een godsman of godsvrouw. Ja. En vertel het die persoon, laat ervoor bidden en het is klaar, het is opgeruimd. Juist. Want het is vaak zo, hè, dat blijft vaak in het geniep. Mensen die komen er niet uit. En ik ben zelf dan ook counselor, hè, in mijn dagelijks leven. En dan zie ik op een gegeven moment dat mensen die durven er niet mee te komen, het is een last van hun hart. Het is niet alleen een last van hun hart, maar ook van het denken geworden. Denken wordt helemaal, ze worden boos op zichzelf. Ze worden boos omdat ze geen overwinning in hun leven hebben. En ik denk dat daar vaak een groot probleem zit. Doordat jij niet beleidt, blijf je in het duister. En in het duister kan de Satan je continu aanvallen. Want ik heb nog nooit een dief in het volle licht zien inbreken. Precies. Ja, ik ben er ook van overtuigd dat elke emotie die niet van God is, die wil de duivel gebruiken. En elke emotie die wel van God is, wil de duivel ook gebruiken door een leugen aan te geven. Adam en Eva snoepten van de appel, omdat de duivel zei, je gaat er niet dood aan. Juist. Het is wel een waarheid, vleeselijk, maar geestelijk ga je er wel dood aan. Ja. De zonde maakt jou misschien niet dood, maar gaat je ongelukkig maken. Er zullen geestelijke demonen zullen bezit van je nemen, waardoor er depressie komt. Je mag jezelf niet meer, je gaat zelf haat, je gaat denken, wat ben ik toch vies. Toen ik die pornoverslaving had, ik was 12 jaar, hè. Toen, gewoon door vrienden. We gingen stiekem op de computer porno kijken. Ja, oh, wat spannend. Of, een vriend zei, mijn vader en mijn moeder hebben pornovideobanden. Kijken. Ja. Nou, wat spannend. Maar uiteindelijk, omdat dat taboe dan doorbroken is in een vriendenkringetje, dan ga je steeds verder praten, ga je ook gewoon gekke dingen doen, om het zo maar te zeggen. Ja. En uiteindelijk ben ik tientallen jaren verslaafd geweest. Ja. En in het begin was het leuk. Hè? Ja. Je bent jong, je hormonen, fantasie, maar uiteindelijk ga je ook relaties met meiden aan en alles. En toch heb je een verslaving. Je gaat je schamen, je gaat je heel vies voelen, maar op een of andere manier kan je er niet mee kappen. Ja. En dat is op een gegeven moment, dat is met alles zo, met elke zonde, met drugs, je kan er maar beter niet aan beginnen, want uiteindelijk word je gebonden en moet je er weer van bevrijd worden en van afkomen. Kijk, ik denk, ik word zo even bij het verhaal van Nicodemus. Hij was dus een schriftgeleerde en hij was een hooggeplaatst persoon. Eigenlijk was hij de hoofd van de kerk. En
Hij kwam 's nachts bij Jezus, want overdag durfde hij niet te komen, want hij schaamde zich van hoe kan ik eigenlijk onzichtbaar naar Jezus toe. Dus hij ging 's nachts naar Jezus toe. En gelukkig had Jezus ook 's nachts tijd voor hem en ook een oog en een oor. He, en uiteindelijk na dat hele verhaal wat Nicodemus aan Jezus heeft gevraagd, dan komt er eigenlijk tot de conclusie van hoe kun je opnieuw geboren worden? Ja, ja, dit verhaal inspireert mij ook. Ik heb hier ook wel eens over gepreekt. Dit verhaal vind ik zo mooi. Hè? Wij zijn christenen en wij willen soms niet de liefde van Jezus laten zien. Maar hierin zien wij dat Jezus weet wat een hypocriete actie van Nicodemus. Maar toch ga ik midden in de nacht, als ik eigenlijk wil slapen, ga ik toch hem de kans geven om naar hem te luisteren, om met hem te praten, om de liefde van God de Vader te laten zien. En daar kunnen we al veel van leren, denk ik. Dat er altijd, als iemand echt wil en gebonden is of wat dan ook, dat we toch die persoon een kans mogen geven en ook tegemoet mogen komen. Omdat dat niet niks is wat Nicodemus deed in zijn positie, wat u al zei. Ja. En als Nicodemus dan ook zegt van, hoe moet ik opnieuw geboren worden? Dan leert Jezus eigenlijk dat wat er allemaal is, ja, dat zien we wel, maar het is niks. Het is zoals de wind. Je ziet het niet, maar het brengt dingen in beweging. Je hoort het soms zelfs als het tegen iets aankomt. Maar toch is het onzichtbaar en je ziet het niet. Ja. Zo is het ook wanneer wij geestelijk tot leven komen, mogen opnieuw geboren worden. Nou, dopen is daar een heel belangrijk aspect van. Dat je ook zelf de keuze maakt. Ik wil me laten dopen. En dan zien wij het volgende. Dat is dat jij ineens jouw geestelijke ogen opent. Nog van alles moet leren, maar je bent bereid om te leren. Ja. Een baby kan ook niet meteen als hij loopt rennen, dan valt hij. Maar hij zet door en uiteindelijk kan hij rennen. En wie weet wordt het wel een Olympische sprinter. Ja. Maar hij moet het eerst leren. En zo is het ook met ons. Als wij een fout maken, dan mogen we niet oordelen. Dan mogen we niet tegenover de persoon staan, maar zoals Jezus tegemoet komen, naast de persoon staan. Want nogmaals, ik doe mijn best en God doet de rest. Kijk, mooi was Nicodemus, hoofd van de kerk, heeft heel veel kennis, denkt hij, van God. Maar heeft nog nooit een ontmoeting gehad met God. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. He, als ik kijk vorige keer bij Outreach Zutphen met Peter. Kun je dat verhaal vertellen? Ja. Dat is geweldig. Ja, ik kende Peter helemaal niet. Maar een bezoeker die al zeker wel jaren bij Outreach Zutphen komt. Die nam iemand mee uit een verzorgingshuis. Een oudere man. Kwam met een rollator binnen. En mijn oog viel ook op hem. We gingen bidden voor hem. En uiteindelijk hoorde ik een paar dagen later, misschien wel 4 dagen later, maar echt dagen later, van die persoon die hem mee had genomen. Ja, jullie hebben voor Peter gebeden. En hij had op die avond zijn hart aan Jezus gegeven. Natuurlijk heel mooi wonder. Maar ook zijn ziektes en zo. En daar werd dus voor gebeden. Maar het bijzondere was dus, ik kende deze man ook helemaal niet. Dagen later heb je, het is een wonder. Peter die is niet meer depressief, sinds hij bij Outreach Zutphen is geweest. Hij is blij. Hij kan normaal ademen en dat is onze God. Hij kan ook genezen. Zo mooi, hè? Als je dat dan ziet, dat mensen binnenkomen en dan na een paar dagen dat je hoort wat God in zijn leven heeft gedaan. Hè? Die avond heeft hij gelijk zijn leven aan de Heer Jezus gegeven. Dat is een cadeautje eigenlijk, hè? Ja, Jezus zegt ook, de grootste wonder is als je gered bent. En dat is natuurlijk ook zo, want niemand wil naar de hel. Je wilt gewoon gered worden. En dat zie je al, dat God zo lief is, dat hij de sleutel geeft, maar nooit aan onze vrije wil zal komen. Hij wil niet van, dit moet je doen. Nee, hij zegt, als je mijn zoon aanneemt, dat is de enigste voorwaarde om eeuwig leven te hebben. Juist. Maar als wij dan ook eerlijk de Bijbel gaan, echt zelf gaan bestuderen, zien wij ook dat niet makkelijk zal zijn ons leven. Nee. Maar ik denk dat het leven is voor sommige mensen veel moeilijker. Hè? Met mensen die pijn hebben, psychische klachten hebben. Hè? Maar daar is Jezus voor gekomen. Ik wil ook vragen aan jou om de laatste woord te richten naar de kijkers toe. Om jou een advies te geven aan de kijkers van wat zal jij doen om een ander leven te willen hebben. Ja. Nou, mijn laatste woorden wil ik graag dan eindigen straks met een gebed. Maar voordat ik wil bidden, als dat mag, Hans. Ja, natuurlijk. Ja. Maar voordat ik wil eindigen met gebed, wil ik echt de kijker vragen.
Als jij je afvraagt wie jij daadwerkelijk bent, dat jij struggles hebt met het leven, met jezelf misschien wel, dan heb ik echt... niet omdat ik dat zeg, maar omdat ik zelf... Ik was iemand die het leven niet meer zag zitten. Naar psychologen ging, naar GGNet ging, naar psychologen de ene stempel naar de andere stempel aan mij gaven omdat het toch niet klopte. Medicatie had, niet meer kon slapen, zelfhaat, dacht aan dood te gaan, noem maar op. Totdat ook iemand op mijn pad kwam die zei, ken jij Jezus? Ik zei, dat is een toffe kerel. En dat is hij ook. Maar hij is meer dan dat. Hij is een genezer. Hij is je leraar. Hij is de zoon van de Allerhoogste. En hij wil dat jij mag gaan leven. En als jij met struggles zit, dan moet je één ding weten. Je bent geroepen soldaat. En een soldaat wordt getraind voor de oorlog. Wij leven in een onzichtbare oorlog. En die wordt steeds zichtbaarder. Zelfs de mensen die misschien niet geloven zien dat de liefde verkeelt, dat er wel een puinhoop lijkt. En de Bijbel heeft dat allemaal al voorspeld. Als jij hier vandaag aangeraakt wordt en je hart aan Jezus wil geven, dan kan je dat gewoon doen. Dat is de enige voorwaarde. Dat jij gelooft dat Jezus de Zoon van God is, gekruisigd is voor jouw zonde en uit de dood is opgestaan, dan ben jij gered. Maar als jij niet alleen gered wil zijn, maar ook een missie in je leven wil hebben, dan moet je getraind worden. En dat gaat met pijn, dat gaat met vallen, maar ook met opstaan. Want blijven liggen is duivels, maar opstaan dat doet een overwinnaar. Want opstaan dat is goddelijk. En zo wil ik voor ieder die bidden, die misschien wel geestelijk een depressie heeft of gebonden voelt. Of misschien wel voelt dat er iets is wat heel zwart is, heel duister is. Dan wil ik bidden voor je. Heere Jezus, dank u wel voor vandaag, voor deze ontmoeting. Voor alles, Heer. Dank u wel voor de kijkers. En ik wil ook echt bidden dat de kijker die misschien nu op dit moment de hart aan Jezus wil geven, dat hij warm mag worden. Iets mag voelen dat zij of hij gekend wordt. Maar ook elke macht en elke kracht van depressie, machten van dood, machten van verslaving, die wil ik nu op dit moment binden in de naam van Jezus en vragen of de kijker kracht mag krijgen. Ik wil ook vragen om uit geloof gewoon je hand op de tv of op je mobieltje of op je computer te zeggen. Als een geloofsdaad van ik pak dit. En dan wil ik ook op dit moment zeggen tegen de tegenstander, het bloed van Jezus is tegen jou. En tegen de kijker wil ik zeggen, het bloed van Jezus heeft jou betaald. Het heeft jou niet alleen betaald om jouw eeuwig leven te geven, maar jou betaald om in te zetten. Om een bevrijding te ontvangen. Om het ware leven te ontvangen. Om niet meer te twijfelen, maar te weten. Zoals Hebreeën 11 vers 1 zegt. Jij hoeft niet meer te leven door wat jij allemaal mag ervaren met jouw zintuigen. Maar je mag leven dat wat onzichtbaar is, zichtbaar wordt in jouw hart. Zo wil ik jou machtig zegenen in de naam van Jezus. Amen. Amen.